Hallo iedereen, dankjewel voor het kijken. Uh, mijn naam is Danny Karma. Um, ja, lijf vanuit Bergen, Noord-Holland. Weer wat anders dan Portugal. En Spanje natuurlijk. Um, ja, erg bijzondere reis gemaakt. Ik ben sinds een uh, dikke week, uh, zaterdag was een week, ben ik in Nederland. Um, afgelopen dinsdag hebben we de meeting al gehad. Um, 18 mei was dat in Amsterdam. De eerste meeting was echt een. Knaller van een succes. Het was echt geweldig. Uh, de mensen die uh, connecten met elkaar, uh, die stonden allemaal met de neus dezelfde kant op. Dus iedereen die bij de meeting was, bedankt. Echt, vanuit de grond van mijn hart, bedankt. Het was heel erg uh, emotioneel beladen ook, op een goede manier. Goede energieën. Um, echt, ik had niet een betere meeting kunnen wensen. Dus, um, kleine presentatie gedaan. Daarna een voorstelronde. Iedereen heeft. Uh, Um, ja eigenlijk is het een vraagrondje hebben we gedaan om te kijken wat de brandende vragen zijn van de mensen die aanwezig waren. nou dat was een goede keuze. vanuit daar uh, uh, kwamen toch een paar belangrijke vragen meteen naar boven waarop hopelijk uh, gewoon goed antwoord is gegeven. ik denk het wel. en uh, nou ja, iedereen zegt uh, ziet het hele project zitten inclusief de community. dus ik denk dat er uh, weinig nog in de weg staat om het uh, te kunnen gaan starten. Um, ik ben van plan om zelf in september uh, terug te gaan naar Portugal. Er zijn al heel wat mensen die uh, in de community willen wonen, um, die hebben al aangegeven dat ze mee willen rijden. Hartstikke leuk. Uh, lijkt me tof, <tops> toppie. Geweldig. En dan kunnen we het land ook gezamenlijk even aanvoelen, de energie. Um, ja, erg, uh, erg spannend. Wat er gaat gebeuren. Er is dus, uh, één groot succes. Uh, financieel is het helemaal bij elkaar. Of we hoeven niet meer uh, druk om te maken. Um, dus uh, ja, we kunnen gaan. <laughs> uh, voordat ik ga, natuurlijk, worden er eerst nog een paar uh, meetings gehouden. Uh, om te kijken of we de community nog kunnen uitbreiden. Um, ik ga vanuit van wel. Um, dat zal in Bergen zijn, 29 mei. Uh, die is al vol, de meeting. Dus de tweede meeting komt ergens begin juni. De datum zal nog uh, uh, worden bekendgemaakt. Um, ik denk dat het uh, in de eerste of tweede week van juni zal zijn, weer in Amsterdam. Um, dus meld je alvast aan via Danny at of uh, spreek maar op Telegram. Um, ja, Cure jongens. Het wordt echt geweldig. Um, ontzettend hard gewerkt daarvoor. Uh, veel uh, netwerken, veel contacten met uh, de juiste mensen. De juiste mensen ertussen uitfilteren. Heel belangrijk. Um, tot nu toe gaat het allemaal goed voorspoedig ik zie ook helemaal geen probleem voor de, de komende meetings ik hoop dat het net zal gaan als de eerste meeting uh, dat was een hele mooie club met mensen bij elkaar um, ja geweldig geweldig ik kan niet anders zeggen <laughs> dus uh, nogmaals bedankt iedereen um, ook iedereen bedankt voor de aanmelding voor de tweede meeting die zit al helemaal vol dus dat is ook binnen een paar dagen was dat al klaar echt ontzettend uh, ontzettend uh, ja Ontzettend blij ben ik eigenlijk met alle reacties. Er nou zijn er wat dingen geweest, de dingen hebben zich voorgevallen. Uh, zijn er zijn mensen die uh, mij hebben geprobeerd aan te vallen. Uh, van, nou, ik weet niet waar het vandaan komt eigenlijk, uh, maar ik heb dat niet verdiend. Nou, het universum vindt van ook niet. Ik heb weer goed nieuws gekregen, dus uh, het kan alleen maar beter. <laughs> uh, voor de rest wil ik Marten bedanken. Ik heb een Helia device van Mart heb ik, uh, gekregen. Ontzettend blij mee. Uh, je weet niet uh, hoe blij ik er mee ben, Mart. Dankjewel daarvoor. Uh, dankjewel Bert ook. Uh, en dankjewel iedereen eigenlijk hè, die op de meeting was. Ik kan iedereen wel genoemen, noemen, maar... Ik neem aan dat mensen ook niet... Uh, al te veel publiek gemaakt willen worden. Ja, spannende tijden joh. Uh, ik heb er zin in. Uh, de energieën zijn uh, weer uh, gek bezig uh, op de aarde. De Schumann resonantie die pikt weer. Uh, allerlei uh, emergency broadcast system... Uh, Testbeelden, zeg maar op, noem het maar op. Uh, het, het, er gebeurt van alles op dit moment, uh, daar wil ik niet te veel over uh, ingaan op uh, deze video. Uh, ik heb het gigantisch druk, vandaar dat ik ook even wat minder video's opneem. Uh, nu KarmaQ realiteit is en nu ik uh, de touwtjes gewoon, uh, ja, gewoon kan, gaan, up, kan gaan vieren en uh, aantrekken wanneer het moet. Dat is nu gewoon zover, dat uh, ja, ik hoef alleen maar mijn rijbewijs nog even te halen eigenlijk. En dan uh, kunnen we gaan. Ja, erg spannend dit. Dit is uh, erg spannend. Ik uh, kijk gigantisch naar uit. Um, we gaan het zien. Hé, hey, bedankt. En uh, ik hoop jullie te zien op een meeting heel snel. Peace out.